Patti van Casa La Escapada. En samen met mijn echtgenoot Guy zijn wij hier 9 jaar geleden terechtgekomen. Dit seizoen, in oktober, beginnen wij ons 10e seizoen al. In onze casa hebben wij in totaal 6 slaapkamers die we apart kunnen verhuren. Maar we hebben ook 2 grote appartementen. Die ofwel voor 2 slaapkamers, ofwel met 3 slaapkamers en nog een kleine studio. Dus in totaal kan er minimum 12 personen logeren met een maximum van 18 personen. Ten allereerste, de mensen kunnen hier tot rust komen. Dat zeggen we altijd, het is hier muisstil. 'S nachts kunnen ze slapen, je hoort hier niks, dus dat vinden ze heel bijzonder. Daarboven bieden wij ook heel veel sportmogelijkheden aan. Dus ja, de zee is vlakbij. Ze kunnen gaan surfen, ze kunnen gaan kajakken. We hebben onze eigen motorboot. Dus we gaan heel vaak met de mensen langs de prachtige baaien bootuitstappen doen. Dan leggen we aan, ankeren we. Kunnen mensen gaan zwemmen, kunnen ze gaan snorkelen. Buiten onze boot hebben we ook nog Vespa-tochten die we organiseren, maar dan eerder in het binnenland. En dat doen we omdat ons binnenland zo mooi is en omdat een gewone toerist die hier naar de kust komt, dat gewoon niet kent. Maar buiten, daar is Guy de fervenste fietser van ons twee. Dus die is eigenlijk heel vaak weg en die neemt de gasten gewoon mee op sleeptouw. Dus die gaat gewoon met heel veel gasten die graag fietsen, huren we fietsen voor hun en zijn die gewoon een aantal uren per dag weg. Dus de sportieve mogelijkheden zijn eigenlijk ook eindeloos. Benissa zelf heeft niet echt een zandstrand, maar wel heel mooie kleine baadjes die wel rotstranden zijn, maar die zijn super mooi om te gaan snorkelen en zo. Dus daar sturen we de gasten vaak naartoe. En anderzijds kunnen ze naar de strandjes van Moraira gaan of naar het grote strand van Calpe. Dus dat is uiteindelijk met de wagen is dat 5 minuutjes en dan zijn ze er. Maar van hier te voet naar een van de kleine baadjes is ook perfect mogelijk. Waarom de mensen moeten kiezen voor Casa Escapada is eigenlijk omdat wij al jaar en dag echt een thuisgevoel aanbieden. En dat horen wij nu toch al bijna 10 jaar lang, dat zo bijzonder is en dat echt heel erg gewaardeerd wordt.